fijne oefeningen. En je kunt er zeker iets mee. Ik wil dat wel eventjes nog bespreken voor een kort moment. Als jullie geen haast hebben, dan ga ik er eventjes wat over vertellen. En nu, ik noem ze gewoon even de 10 dagelijkse oefeningen. Misschien dat we eventjes nog aankaarten wat we vorige keer hebben besproken. We hebben het vorige keer gehad over dat meditatie in feite gaat om het oefenen van je geest. En dat je geest van nature of je aandacht is van nature moeilijk te beheersen. Maar heeft ook als eigenschap dat als we afdwalen, dat we dan altijd toch wel één ding, één focus tegelijk hebben. Zelfs als we afdwalen. Dus dan is het ook mogelijk om onze aandacht te oefenen. Om zich op één ding te richten. Namelijk in jezelf. Dus in plaats van van de hak op de tak te springen in meditatie, leer je dus in feite op één ding te richten. Dit noemen we in het boeddhisme juiste concentratie. En dat is eigenlijk een beetje de theoretische basis van meditatie in het boeddhisme. Maar natuurlijk is er ook een heleboel wetenschappelijke redenen zijn er tegenwoordig om te mediteren. Maar de boeddhistische motivatie of de redenering achter meditatie is dus dat je daardoor de aard van je geest kunt veranderen. En dat je eigenlijk van nature veel gelukkiger bent als je meer in het hier en nu bij jezelf bent. We hebben het ook gehad over hoe we meditatie kunnen integreren in ons dagelijks leven. Onder andere door te kijken naar de plaats waar je woont en werkt. En die ook een beetje in te richten op meditatie. Tegenwoordig is wonen en werken een beetje hetzelfde geworden, dezelfde plaats. Maar goed, het is ook ook in het algemeen is het goed om te kijken van is de plaats waarin je woont of werkt, is dat al een beetje ingericht voor meditatie? Is het goed? Heb je bijvoorbeeld een hoek of een ruimte voor meditatie? Nou, ik noem maar wat. En dan heb je dus ook het sociale aspect, mensen om je heen die je inspireren tot meditatie. Het mooie van zo'n online groep als deze, of ook een plaatselijke groep waar je heen gaat, is natuurlijk dat je mensen hebt om je heen die je dan herinneren aan hoe fijn het is om samen te mediteren. Dan heb je ook nog het gezondheidsaspect, en dat ook eten bijvoorbeeld een belangrijk aspect is wat je meditatie beïnvloedt. We hebben het ook gehad, vorige keer hebben we het gehad over de hindernissen, dat er bepaalde hindernissen zijn waardoor we soms vastzitten in de meditatie. Daaronder valt ook bijvoorbeeld afgeleid zijn en slaperigheid, maar ook stress en twijfel. Nou, dat soort dingen, daar kunnen we leren mee om te gaan door reflectie. Bijvoorbeeld als je gestrest bent over iets, dan hebben we de neiging om dat een beetje op te blazen. Dan is het goed om te relativeren van hoi. Waar we zo gestrest over zijn, dat sollicitatiegesprek morgen, dat zal ook weer een keer op een dag afgelopen zijn. Overmorgen, dan denken we er al niet meer aan misschien. Dus door een beetje aan de vergankelijkheid van de dingen te denken, kun je leren omgaan met deze hindernissen. Maar soms is het ook gewoon goed om, als de hindernissen niet zo sterk zijn, om dan simpelweg gewoon die hindernissen te laten zijn zoals ze zijn. En dan na een tijdje verdwijnen ze vanzelf. Nou, in de begin jaren 2000 door Lompal Tamachyo, onze leraar en abt in Thailand, de leidende monnik in Thailand, die heeft een aantal oefeningen ontwikkeld in het begin van de jaren 2000.
En dat zijn hele goede oefeningen waarmee je meditatie heel erg verdiept. En dit zijn hele leuke illustraties die een aantal mensen hebben gemaakt bij deze oefeningen. En de vertaling komt van Ruben, die een belangrijke medewerker is en ook een tijdje lang veel heeft lesgegeven in België. De eerste oefening, wanneer je wakker wordt, breng dan je aandacht terug naar het midden van je lichaam. En dat is dus ook een goed moment van dat je eventjes. Het is ook even goed om erbij stil te staan van. We hebben allemaal een moment dat we wakker worden, elke dag. En de manier waarop we wakker worden, de rituelen die we dan hebben, hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Als iemand op een verkeerde manier of met een verkeerd humeur de dag begint, dan zeggen we vaak van zo iemand dat hij met het verkeerde been uit bed is gestapt. En misschien zul je wel hebben ondervonden hebben, dat heb ik zelf in ieder geval wel, dat als je aan de andere kant aan positieve dingen denkt en aan positieve dingen je richt, dat je dan aan de andere kant dus ook juist met het juiste been uit bed stapt, als het ware. En dat je in feite het gevoel hebt dat je daardoor iets van die meditatie met je meedraagt. Dus als je een paar momenten besteedt, begin van je dag, eventjes naar jezelf toe te gaan voordat je opstaat, dan zul je ook merken dat dat een hele sterk effect heeft, of nou ja, sterk effect, dat dat een hele impact heeft op je leven. Tweede oefening. Er zijn er in totaal 10. Maar ik zal niet uitgebreid ingaan op elk van de 10. De tweede oefening is dat je een moment nadenkt over het feit dat we allemaal beperkt mensenleven hebben. We weten niet hoe lang we nog te leven hebben. Niemand weet het. Een oud-Nederlands spreekwoord zegt dat we de lengte van onze vinger kennen, maar niet de lengte van ons leven. En dat is een feit dat waar is. En dan is het soms ook wel mooi om even te denken over het feit dat het eigenlijk heel kostbaar is. Het feit dat we nog nu leven. En als we wakker worden in de ochtend, dan weten we, we hebben nog een dag voor ons nu en we gaan er het beste van maken. En dat is de manier waarop we erover nadenken. Je kunt ook de liefdevolle vriendelijkheid die we zojuist hebben beoefend aan het einde van de meditatie, kun je ook beoefenen aan het begin van de dag. Dat is ook een hele goede manier om met het juiste been uit bed te stappen. Dan heb je ook dat je de meditatie in je dagelijks leven meeneemt. Je kunt bijvoorbeeld je iets visualiseren in het midden van jezelf, een heldere sfeer. Dat heb ik al eens eerder besproken. En je kunt ook simpelweg uitgaan van het gevoel dat je een gevoel hebt. Dat je in je midden bent. En dat gevoel is al heel. Heeft al een heel mooi effect op je dagelijks leven. Je zult al snel kunnen merken dat je dat op een manier wel kunt voelen. Dat als je nu en dan teruggaat naar het midden, dat je dat toch op een manier kunt meenemen. Dit is iemand die elke uur een reminder heeft op haar computer. Dat kun je bijvoorbeeld doen. Andere mensen hebben bijvoorbeeld dat ze bepaalde momenten van de dag de ogen even sluiten en even teruggaan naar het midden. Dit is ook een manier waarop we meditatie een plaats kunnen geven. In de technische literatuur van de arbeidspsychologie noemen ze dit wel micropauzes. En het is ook heel goed om nu en dan een pauze te nemen op je werk. Dus daar is helemaal niks mis mee. De RSI-bestrijdingsexperts, de mensen die
proberen mensen van de muisarm af te helpen en zo. Die hebben het vaak ook over van je moet nu en dan een pauze nemen. Als je alsmaar achter je computer blijft doortikken, dan heb je niet alleen muisarmen, maar dan heb je ook dat je je meditatie een beetje kwijtraakt. Dus het is soms ook wel goed om even weer terug te gaan. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van activiteiten dat je bewust met meditatie omgaat. En dus je kunt bijvoorbeeld als je aan het douchen bent, kun je met je aandacht iets visualiseren of met je aandacht naar het midden. Of tijdens het rijden, of tijdens het schoonmaken. En zelfs tijdens het lezen, dat is wat moeilijker, maar dat kan ook. En zo kun je dat oefenen. Heel veel mensen vinden het heel makkelijk om tijdens het schoonmaken en het douchen met de aandacht in het midden te zijn. Dat zijn activiteiten die het makkelijker zijn om meditatief te doen. En autorijden is natuurlijk veel moeilijker en lezen helemaal. Maar het is mogelijk. Want in feite kun je natuurlijk gewoon zeggen van nou, als ik een boek lees, dan lees ik vanuit mijn midden. Als ik een auto rijd, dan rijd ik vanuit mijn midden. En zo kun je dat benaderen. Als het ware alsof je midden de acteur is. Het midden is als het ware de handelaar, degene die handelt. Nou ja, het is een beetje de juiste balans vinden. Maar ik wil maar zeggen dat in Dhammakaya meditatie dus in feite ook in elke activiteit kunt leren doen. Als je daar nu en dan aandacht aan besteedt. Nou, ook positief omgaan met anderen heeft ook een belangrijk effect op je meditatie. De woorden die je zegt bijvoorbeeld. En dit is ook een mooie, dat je dus aandacht hebt voor de goede daden die mensen doen. Hier zie je bijvoorbeeld deze mevrouw, die heeft een ijsje gegeven aan een kind en die vertelt dat dus. Dat ze dat heeft gedaan. Nou ja, bewustzijn van de goede daden van jezelf en anderen, positief, constructief in je leven staan, dat is wat hier bedoeld is. En je kunt dus aan het einde van je dag, kun je dus ook notities maken van je meditatie. Dat kan ook heel erg goed helpen. Daar word je meer bewust van meditatie door. Dan is het ook nog mogelijk dat voordat je gaat slapen, dat je dus eventjes terugdenkt aan de goede dingen die je hebt gedaan. Dat is iets wat heel belangrijk is. Niet alleen is dat heel als een inspiratie voor jezelf, maar het is ook een soort van manier om in de juiste sfeer van meditatie te komen. En de laatste oefening is ook dat je dus eventjes met je aandacht teruggaat naar je midden voordat je in slaap valt. En het is ook vaak makkelijker zo om in slaap te vallen. Want van nature gaat onze aandacht naar het midden als we gaan slapen. Maar er is alleen, die aandacht is natuurlijk, tijdens het slapen is er dan niet. Maar we kunnen wel die balans beter vinden in de slaap. Als we ook werkelijk bewust naar het midden toe gaan. Dit noemt onze abt en leraar, die noemt het ook wel het slapen in de zee van goede daden of de zee van goedheid. En zo kan het voelen als een soort van zee waar je in slaapt. Zo, dit zijn de oefeningen waar ook het eigenlijk. Die kun je samenvatten als dat je gewend raakt aan het midden in jezelf. Gewend raken aan positief te denken en het bijhouden van je meditatieervaringen. Dit is in feite de drie doelen waar deze oefeningen eigenlijk over gaan. Nou, ik zal concluderen met een mooie quote, mooi citaat van de Boeddha. De heerlijkheid van de Dhamma of van meditatie gaat alle vreugden te boven. En dat is de conclusie voor vandaag. Dus deze 10 oefeningen, die kennen een aantal van jullie, die kennen die al. Maar ik denk dat het altijd wel mooi is om nog eens even naar te kijken.
Ik heb zelf ook dat ik er regelmatig over nadenk hoe ik deze kan integreren in mijn leven. En dat is ook een blijvend proces om te leren meditatie in je leven een plaats te geven. Dus dit wilde ik vertellen voor vandaag.